TFAF Maandag. En TFAF Maandag is toch altijd een beetje chapeau maandag. Maar liefst twee ontvangsten hebben wij vandaag van onszelf. We zijn begonnen net 2 uur geleden met de bijeenkomst van de Chapeau Next Generation Community. Een businessclub voor ondernemers en managers tot 39 jaar. En wij hadden de eer om van Rob van de Wiel, directeur van het MEC, een inkijkje te krijgen in de verbouwingen die hier de komende jaren plaatsvinden. En ook van wat is het belang nu voor TFAF, voor het MEC, maar ook voor de stad Maastricht. Ja, en vervolgens komen die twee netwerken samen hier op de Chapeau Maastricht Region Stand. De Next Generation Community en de Chapeau Community. En we gaan aan hun beiden één vraag stellen. Wat is eigenlijk jouw link met TFAF? Mijn link met TFAF is dat ik in het verleden bij ING Bank heb gewerkt. Vermogensbeheer zat en nog steeds doe. En dat dat natuurlijk bij uitstek een mooie investering kan zijn om met kunst. Dat is een mooie investering. Sowieso ben ik een kunstminnend iemand. En dit is voor mij al jaren de plek waar ik graag naartoe ga. Want in dit gebouw zie je werkelijk alles. Van prachtige juwelen, uiteraard niet voor mij, maar wel om van te genieten. Daar hebben we jarenlang op de Spiegelgracht gewoond in Amsterdam. Dus heel veel van onze buren zijn exposanten of waren exposanten hier. Dus die ziet u ook weer een keertje, dus dat is de privélink. Nou, ik kwam eigenlijk al op TFAF voordat ik bij Maastricht Marketing ging werken. En heb daar, dit is een soort magie. Hier, hè? Er heerst hier een soort van, je komt hier binnen en je komt in een totaal andere wereld eigenlijk binnen. Dus dat vind ik heel bijzonder. Ik hou enorm van kunst. Ik ben een enorme kunstliefhebber. Dat brengt me sowieso hier naartoe. Als theater is natuurlijk de verbinding muziek en kunst een hele gemakkelijke link. Ik neem maar onze serie die we in Bonnefante muziek doen, Kunst en Muziek. En hier kunnen we natuurlijk geen orkest neerzetten of een mooie balletvoorstelling. Maar ja, hier doe je gewoon inspiratie op. En hier op deze prachtige stand komen we weer mensen tegen.